ben. Kennen jullie die verdomde buurman nog? Nou, daar staan we weer bij ons huisje, hoor. Willen jullie vaker hello nemen? Druk op het duimpje omhoog. Abonneer. En zeg even in de reacties die verdomde buurman. Daar zijn we al. Is dit mijn huis? Kom meteen geschreeuwd. We worden wakker in mijn huisje, jongens. Goedemorgen. Ah, de buurman is weer bezig, hè? Is hij weer met kinderen aan het friemelen? Hoi, buurman. Nou, laten we eventjes kijken bij de buurman, hoor. Oh. Wat is de buurman aan het doen? Ah, dat is de deur die we zo te zien moeten openen. Dat gaat wel lukken, hoor. Waarom kijkt hij zo verdrietig? Waarom kijkt hij zo uitgeput? Doe normaal, buurmannetje. Zo, zo, zo. Oh, god. Wij gaan weer inbreken, jongens. Laten we deze deur dan meteen eventjes open doen. Wauw. Die schilderij staat scheef. Wauw. Dit is dus een fan-made game. Blijkbaar is hij heel erg goed, dus waarom ga ik het niet spelen? Nou, laten we eventjes meteen naar binnen lopen. Oeh, we hebben een koevoet nodig. En zo te zien een sleuteltje. Oeh, waar is de buurman? Oeh. Zit er iets in de koelkast? Ah, ja, deze hebben we nu. Ah, dat is iets wat ik niet heb gemist. Laten we deze eventjes snel pakken. En we gaan eventjes hier door de ruit heen. Zodat de buurman mij niet te pakken kan krijgen. Kijk, wat zijn de puzzels van vandaag? Ding, de ding, de ding. Oeh, ik zie dat we daar iets moeten doen. Zit daar een sleutel? Oh my god, wat is dit voor geluid? Wat wil je doen, buurman? Wat wil je doen, hè? Wil je fitty? Hij wil fitty, hè? Gaat alles goed, buurman? Neem je tijd, joh. Wat zit daarin? Sleutel? Lijkt erop van wel. Oké, misschien is dat de sleutel al van die deur. We kunnen hier zo te zien naar boven. Oeh, dit kunnen we dan meteen even losdraaien. Hebben we dat gewoon meteen gedaan? En wat hebben we? Hier hebben we ook een sleutel nodig. En hierachter zit een blauwe lamp. Duidelijk. Oké, maar wat als we hier eventjes naar boven klimmen? Wat kunnen we hier dan vinden? Een rode lamp. En zo te zien een sleuteltje. Nou, die hebben we sowieso nodig. Hier moeten we volgens mij de blauwe lamp in plaatsen. Als we dat ook gewoon eventjes meteen met deze doen. Dan pakken we eventjes de sleutel. We nemen de lamp even mee. Kunnen we deze sleutel gebruiken voor dat hutje daar ook? Denk, denk, denk. Stop! We hebben hier de blauwe lamp. Laten we die meteen eventjes boven plaatsen. Wij zijn te slim voor die buurman, jongens. Wij zijn te slim. Nou, deze droppen wij hierin. Dan hebben we nu nog een rode lamp. Denk! Kunnen we hier ook gluren? Oké, daar moeten wij zo te zien de rode lamp in plaatsen. Ik zie overal beertrap. Spannend. Hier zit zo te zien de groene sleutel in. En dat leidt zo te zien hier naartoe. Ah! Oh, die schilderij had er toch een dingetje die schuin staat. Nou, hier zag ik eentje. Oh, daar is de buurman. Nou, als de buurman daar eventjes naartoe gaat, doe ik eventjes de deur dicht. Dan kunnen wij namelijk... Oeh, hier zit een groene lamp. We nemen gewoon alle lampen mee die we zien. Hier is een lamp. Hier is een lamp. Is hier boven dan ook nog een schilderijtje? Ah, hier ook. Nou, als we die ook dan even overhalen, dan hebben we ze volgens mij allemaal. Oké, hier plaatsen wij de groene lamp in. En wat zit hier achter? De hamer. Oeh. Ah, wat wil je doen, hè? Eikel. Waarom schold de buurman met vak? Oké, laten we deze deur dan hebben. Hallo? Ah! Wij moeten nog eens één schilderij overhalen, maar waar? Dan kunnen we namelijk die sleutel pakken. Oh, hier gewoon. Nou, we hebben ze allemaal. Oh, hij is aan het gluren daar ook. Oh. We pakken eventjes deze sleutel. Dan halen we deze erop. We jumpen hier overheen. Dit is zo goed. En dan plaatsen we het laatste lampje hier. En wat moet er nu gebeuren? Eén. Nee, oké, buurman. Oké, hij zit vast. Hij zit vast in een berentrap. Ga door, ga door. Oké. Oké, naar buiten. Dit geluid is zo hard. Oh, volgens mij is er boven nu wat geopend. Oeh, de hamer. Nou, laten we die eventjes pakken dan maar. Kan ik deze deur openen? Nee. Kan ik met deze hamer ook planken boven weghalen? Oeh, dat kan. Oh, dat kan. Dat is ook de bedoeling zo te zien. Ah. Daar zijn we dan. Wat hebben we hier? Het is donker. Er ligt hier een sleutel. Dit is goed. We hebben de hamer. We hebben de sleutel. Dus dan kunnen we dit tenminste halen. Maar dan moeten we niet worden gepakt. Kom op. Oh, de buurman komt. Schiet op. Ah! Doe het snel. Go. Yes. Zijn in de kelder beland. Het is wel een beetje donker trouwens. Wat verstop je hier, buurmannetje? Nou, dan lopen we toch wel eventjes naar beneden. Oh. De buurman? Ja, het is de buurman. Wat wil je doen, hè? Is hier ergens iets van een lichtje of iets in die richting? Dat zou ik fijn vinden. Zit hier misschien een lantaarntje in? Ik heb licht nodig. Kan ik hier doorheen komen? Buurman? Had hij mij te pakken? Volgens mij moest ik verstoppen in dat kastje. Ik kan dat. Dus dat doen we eventjes mooi. Oh god. Shit. Hé, taalgebruik. Oké, de buurman loopt nu die kant op. Tango!
god. Nu kunnen wij hier langs. Zeg dat hier alsjeblieft. Thank god. We zien nu tenminste wat. Oké, we gaan even de deuren openen. Een kraai. Wat een mooie kelder heeft de buurman. Oké, we doen dit even open. Kunnen we hier wat specifieks vinden? Iets van een hamer zou ik fijn vinden. Misschien hier wat in? Oh, een hamer. Zo slim. Voor de rest is hier helemaal niks te vinden. Dus laten we naar beneden lopen. Hier hebben we een sleutel voor nodig. Oh, heilige kraai. Oh, heilige kraai. Laten we deze plankjes maar even weghalen dan maar, hè. Oeh, overal mannequin. Oh, kraai, meneer. Oh, heilige kraai. Oh, hier hebben we ook een sleutel voor nodig. Maar die hebben we niet. Die kunnen wat openen. Er is hier nu een cel opengegaan. Wees maar bang, buurmannetje. Oké, wat zit erin? Oh, hier ligt gewoon een sleutel. Oh, kunnen wij die hiervoor gebruiken? Laten we even checken. Oh, god. Oh! Buurman! Oh, dat geluid is irritant. We pakken alvast even de sleutel. Die hebben 100% ergens voor nodig. Oké, dat was zo te zien de bedoeling. We worden nu totaal ergens anders wakker. Wat zijn we nou weer? Het is zo donker. Hallo? Nou, sick. Wat hebben we hier? Kunnen we dit overhalen? Ja, ik zie daar een pijltje. We moeten hier denk ik iets boven doen, maar... Wat? Het is donker. Hier ligt een zaklamp. Daar ben ik wel eventjes blij mee. Moet ik wat doen met deze generators? Oké, deze doen we ook omhoog. Die gaat niet omhoog. That's what she said. Leuk. Nummer 2. Dan hebben we hier nummertje 3. Gaat er nu iets open? Dit is open, hè? Maar dit beweegt. Wat moet ik hier... Oh, god. Wacht. Kunnen we elektriciteit uitzetten? Waardoor? Waardoor dit nu stilstaat? Big Brain Gamer. Wat hebben we hierboven? Kan ik iets kijken? Oeh. Wat zit er? Een hoed. En een sleutel. Pak hem. We hebben de sleutel. Kunnen we die hiervoor gebruiken? Ik zie zo weinig. Maar ik heb wat gedaan. Ik zie bijna niks. Nu zie ik heel erg veel. Wat gaat er nu gebeuren? Waar zijn wij nou weer dan? We openen een deur, maar waar zijn wij nou weer? Oh, dit is het huis van de buurman. De popo is er. Ik heb niks gedaan. Ah, oh, dat is de popo, hè? Kikking! Vreemd. Een paar maanden later. Oh. Daar zijn we dan weer. Zijn we in Wayering Croops? Sick! Oh my god, het huis van de buurman is daar. Oh shit. Oh, dit is mijn huisje. Oh, wat klein. Oké. Wat hebben we hier? Heb ik een zaklamp bij me? Is hier een zaklamp? Oké, wat hebben we hier? De sleutel ligt onder de steen naast de brievenbus. Leuk. We kunnen wel even het licht aandoen, zodat we iets zien. Oké, we hebben weer een hamer nodig en een sleutel. Oh, daar is het huis van de buurman hoor. Cringe. Hier hebben wij de sleutel. Nou, als we dat gewoon even doen, kaboom. Hebben we ook iets van een hamer of doen we dit gewoon met onze handen? Ik hoor wat. Hallo? Wie was daar? Hallo? Gelukkig hebben we hier de hamer. Wie zag ik hier? Ah, natuurlijk is hij weer weg, hè? Nou, we halen de planks even weg. We trappen de deur open. Zit hier wat in? Nee. De deur is op slot. Behalve van deze kamer. Oh, dat is de gas. Dat is de gas, mannetje. Wat doet hij bij het huis van de buurman dan? Oh, hij komt naar mij toe. En hij is verdwenen. Dit vind ik wel een beetje spooky. Waarom komt er nu kinderen? Wat heeft de buurman met zijn kinderen? Wat is jouw probleem, buurman? Dat is zo te zien de nieuwe deur die we moeten openen. Dat gaat mij lukken. Heb je iets van een zaklamp? Oh, hier ook. Kunnen we deze overhalen? Nee. Nou, laten we kijken bij de buurman. Oh, het is zo donker. Oh my god, dit is nostalgisch. Oh, weer een schilderij. Oh, we moeten weer wat met de schilderijtjes doen, joh. Oh. Laten we even overal kijken. Oké, hier ligt een lachenmoersleutel. Doen deze eventjes omhoog. We hebben zo te zien een sleutel nodig en een hamer. Die gaan we vinden. Oké, daar is weer een schilderijtje. Die halen we even over. Hallo, waarom zijn deze deuren dicht? Is deze ook dicht? Ik hoor de buurman ergens. Zeg niet dat hij hier komt, hè? Oh god. Oh, wat komt hier achter? Wat is hier achter de kast? Oké, we kunnen hier iets overhalen. Ik weet niet wat. Ah! De buurman scheldt veel, man. Hier is weer een schilderijtje. Zit hier wat in de kast? Het lijkt erop van niet. Hier is geen schilderij te vinden. Oké, vanaf hier kunnen wij inderdaad naar buiten. Ik vind het een beetje griezelig. Zullen we boven kijken? Ja! Daar was de buurman! Wat wil je nou weer doen dan? Oké, wat hebben we hierboven dan? Oh, deze kunnen we ook ophalen. Oeh, hier hebben we een koevoet nodig en ook een sleutel. Ik denk dat de buurman niet ergens is. Oh, dat is die koppeling achter de kast. Wat zit daar? Oh, daar is een sleutel. Oké, deze halen we even over. We gaan weer naar buiten toe via deze kant. Big Brain. Ah, daar zit de buurman dan, hè? Deze halen we even over. Pakken de sleutel en waar zijn we dan nu weer dan? Waar zijn we nu weer? De volgende etage. Deze deur is dicht.
Deze is open. Oké. We hebben ook een lift. Maar waarom? Oh my god, hoeveel dingen moeten wij overhalen? Nog 3 schilderijen. En dan krijgen we weer de hamer. Oké. Maar waar we die allemaal gaan vinden? Oh, hier. Misschien hierboven ergens? Wel een eten. Oh my. Ook allemaal deze dingen. Oké, laten we die even activeren dan. Activeer. Oké, dat is 1. Daar moeten we waarschijnlijk ook wel wat mee doen. Oké, wat hebben we hier nog meer? Ik zie daar weer een rode lamp. Oh nee, niet de lampen. Niet de lampen. Oh, hier hebben we een blauwe sleutel nou. We hebben hier zo te zien nog een generator. Kaboom. Geen idee wat we daarmee moeten. Kunnen we deze nu overhalen? Volgens mij hebben we nog meer stroom nodig. Denk ik. Laten we naar de bovenste etage toe gaan. Zie je wat te vinden? Wel een tv. Hier is een blauwe sleutel. Oké. Zo goed. Waarom zijn alle deuren dicht? Oh, hier kunnen we sleutel gebruiken. Dan kunnen we deze weggooien. Wat hebben we hier? Wat is dit nou weer voor nonsens dan? Wat moet... Oh my god, daarboven moet ik wat doen, hè? Kunnen we dit cheaten? Ik wil wat proberen. Volgens mij moet ik het stroom hier uit hebben. We gaan eerst kijken wat we hier vinden. Een kamer waar alles ondersteboven is. Sure. Ja, ik zie daarboven weer een generator. Hoe komen wij daar? Waar leidt dit ons naartoe? Job! Oh nee, dat kan niet. Oh, wacht, hier, blauwe sleutel. Oké, die openen even. Hier is de volgende schilderij. Dan moeten wij nog eentje proberen te vinden. Oké, deze generator houden we over. Dan moeten we nog eentje aanzetten of meerdere. Ik ben dom. Kan ik dit al openen? Dan kan ik die lamp gewoon cheaten pakken? Nee. Wacht eens even. Waarom zijn hier plankjes buiten het huis? Wacht, kunnen wij zo cheaten naar die ene generator toe? Ik hoop het. Waarom is hier een ladder? Een sleutel. Waar moet ik die voor gebruiken dan? Klimmen wel voor de zekerheid eentjes door, hoor. Waar brengt mij dit naartoe? Ik wil die generator hebben. Die is hierboven, maar hoe kom ik daar? Zoveel vragen. Oké, we zijn nu op de bovenste etage beland. Hallo? Dit is spooky. Is hier misschien een schilderij die ik kan omgooien? Nee? Oh, we kunnen nog hoger. De drillboard, die kunnen we volgens mij wel gebruiken. Maar ik weet het niet zeker, dus we gaan eventjes naar beneden. Volgens mij kunnen we die gebruiken om die muur kapot te maken. Big brain. Dit is de slaapkamer van de buurman. Oh, beetje matig. Matig slaapkamertje, buurman. Laten we dit kapot maken. Ik zie niks, maar ik hoop dat we iets goeds doen. Ja, we hebben iets goeds gedaan. Oké, dan halen wij nu deze over. Wat is dan nu de bedoeling? Kunnen wij dan nu dit ding activeren? Nee, nog steeds niet. Waarom niet? Ga open. Ik wil die lampen hebben, vriend. Ik heb nu deze meegenomen. Waarschijnlijk kunnen we dit dan nu openen. Oh, nu kunnen wij deze aanzetten. Dan neem ik de groene lamp wel mee. Waar moeten we deze lampen nou weer voor gebruiken dan? Heeft de buurman daar nou een sleutel? Oh, oh. Ik ga je zo eventjes zakken rollen. Oh, ik heb hem. Kunnen we deze deur openen met dit? We hebben nu de derde lamp. Dan moeten wij nog 1 lampje proberen te fixen. Denk ik? Ik neem hem eventjes mee, oh, buurman. Is dat goed? Misschien hebben we nu alle generators aangezet. Even kijken. Volgens mij wel. Volgens mij wel. Oh. Oh, we got him! We hebben nu alle lampen. Maar we missen nog 1 schilderij om over te halen. Maar waar de hel is die nou weer dan? Waar kunnen we deze sleutel voor gebruiken? Hier was 1 deur op slot. Ja, dat was hem. Nu moeten we alleen even een hamertje fixen. Hier! Oké, we hebben ze allemaal! We hebben ze allemaal! We hebben nu tenminste de hamer. Zo goed! Laten we dit snel doen. Oké, die is geopend. Wat zit erachter? Oh, hier moeten we de lampen plaatsen. Oh, maar die liggen allemaal beneden! Nou, laten we die snel... Ah! Ik moet op mijn gevoel afgaan voordat de buurman komt. Voordat stinkie komt. Oké, we halen dit al... Oké, we hebben iets goeds gedaan, denk ik. Moeten we. Hopelijk is hij niet boven. Hij staat! Ik heb nu toch wat gedaan. Kunnen we dit overhalen? De deur is geopend. Oké, wat hebben we hier achter voordat de buurman komt? Oké, ik haal eventjes deze stoel weg. We moeten hier wat vinden, maar wat? Hier is de sleutel. Oké, die neem ik wel even mee. Is die voor beneden? Oh, ja! Oké. We hebben de deur geopend! Juist! Oh nee. Hey, buurman. Waar zijn we nou weer? Het is weer donker. Het is zo donker. Alles wordt in één keer rood zelfs. Ik hoor een autootje. Gaan wij er weer vandoor? Oeh, de guest. Ongeluk. Zijn we nou weer beland dan? Ik heb zo intens veel vragen. We zien hier een wagentje. Moet ik hier misschien even in? Oeh. Kunnen we deze wel besturen? Oh, hier kunnen we op start klikken. Oh. We did it! Wauw. Ik vermaak me. Dit is leuk. Ah, de guest. De guest. Hey, tot ziens, guest. Loser. Buurman. Nog meer buur... Nog meer buurmannen. Zo trippy, alsof ik drugs op heb. Ik zie nu een huge-ass buur... Een huge-ass buurman, vriend. We stappen weer uit. Kan ik bij de buurman kijken? Hey, sleepyhead. Oké, we klimmen hier naar boven. Wat de hel is er met de buurman, joh? Waarom is het zo groot? En waar zijn we nu dan? In een soort van boomhutje. Wat je ziet is een leugen. Is allemaal een leugen! Nee! Oh, de buurman leeft weer. Hij is wakker.
Oh, we zijn gepakt door Gerst. Oh, dit was het! Chapeau, chapeau! Dat was een goede custom map, jongens. Beter dan het origineel. Oh. Vond je dit een leuke video? Druk op het duimpje op. Abonneer, kijk een van deze twee video's. Zeg mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Peace!